militair heeft eigenlijk geen vrije tijd. Het is 24 uur per dag in dienst. En daar aan zit gekoppeld, ja, het feit dat je militair bent, dat alles wat je als militair doet, wordt behandeld door de militaire kamer. Ja, ik zou nog hele spannende verhalen kunnen vertellen van allerlei zaken die dienen bij de militaire kamer. Maar dat is eigenlijk voor de kijker ten onrechte, want het is allemaal dronkenrijden, diefstal, opiumwetdelicten, wapenwetdelicten. Gewoon het huis, tuin en keukenstrafrecht, waar wij als burgers in theorie ook mee te maken kunnen krijgen. Maar dan wel voor een gewone rechter. Met het invoeren van de nieuwe grondwet in 1814 kreeg Nederland een krijgsraad. In 1991 werden alle militaire strafrechtfuncties overgedaan aan de rechtbank Arnhem. Iedere militair die verdacht wordt van een misdrijf, komt voor de militaire kamer. Er zitten twee gewone rechters en een lid van Defensie. Dat lid kent Defensie van binnen en buiten. Nu werkt hij als rechter. Maar Adriaan van Gorp zat 6 jaar als lid van Defensie in de militaire rechtbank. En dan constateerde ik ook elke keer aan het eind dat de inbreng van de militair, met betrekking tot de militaire aspecten, dat die gewoon echt relevant was en soms ook wel cruciaal. Militair recht is best moeilijk, aangezien er heel veel militaire begrippen in de wet staan. Zoals dat je bijvoorbeeld een bepaald delict moet plegen, waarbij er sprake moet zijn van een meerdere en een mindere. En dan weet hij precies hoe dat in elkaar zit. Er zijn stemmen die geven aan dat je dat, die militaire inbreng ook op een andere manier zou kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door deskundigen te raadplegen. Mijn voorkeur gaat er toch naar uit om een militair lid in de combinatie te hebben. Militairen hebben een bijzondere positie in onze samenleving. Ze worden opgeleid om geweld te gebruiken. Ze moeten dienstbevelen opvolgen en kunnen altijd over wapens beschikken. En daar hoort volgens de wetgever ook een eigen rechtspraak bij. Het algemeen belang is gediend bij het goed functioneren van de krijgsmacht. En die krijgsmacht die moet onder allerlei omstandigheden moet die kunnen opereren. Dat is het belang. En als het functioneren van die krijgsmacht wordt aangetast, dan heeft dat direct gevolgen voor operaties. Nienke Kok schreef haar afstudeerscriptie over militair recht. Ze onderzocht of militairen zwaarder gestraft worden dan burgers in vergelijkbare zaken. Mijn conclusie is dat het inderdaad waar is dat een militaire strafrechter zwaarder straft. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat dat in bepaalde delictsoorten maar het geval is. Namelijk bij zedendelicten en bij drugsdelicten. Dat is een uitkomst die min of meer te verwachten was. Omdat je dat ook al vaak kon zien in individuele uitspraken van de militaire kamer. Waarbij heel duidelijk doorklinkt dat de status van militair in veel gevallen betekent voorbeeldfunctie heb je niet waargemaakt, dus strenger straffen. De scriptie van mevrouw Kok heb ik gezien. En de conclusie die ze daarin trekt, die deel ik niet. Omdat de beoordeling van dat soort zaken gaat vaak om details, om feiten en omstandigheden en die zijn elke keer anders. De militaire kamer heeft het de laatste jaren steeds minder druk gekregen. Per jaar behandelt de meervoudige militaire kamer zo'n 100 zaken. 10 of 20 daarvan zijn militaire zaken, zoals dienstweigering of ongeoorloofd verlof. Toen Nederland nog dienstplicht kende, ging het om een veelvoud van deze aantallen. De krijgsmacht is de afgelopen jaren fors ingekrompen. Of de militaire rechtbank van deze tijd is, ik denk het wel. Als je dan vaststelt dat 90%, misschien nog wel meer, uit gewone delicten bestaat, ja, dan is de vraag of voor dat hele kleine specifieke deel van de militaire delicten de instandhouding van dit instituut nog gerechtvaardigd is. En zeker waar het betreft zaken die zeg maar gevaar voor een operatie of een oefening opleveren of kunnen opleveren. En op het moment dat zo'n element erin zit, dan is het echt relevant dat een militair lid, militaire rechter, zijn oordeel daar ook over uitspreekt en zijn inbreng heeft.